Vandaag in Wegmisbruikers. Doorzoeken de Haagse surveillanten deze golf op verdovende middelen. Als bestuurder en je wordt met drugs gepakt, dan ben je rijbewijs kwijt, hè? Dus ook als je een blootje achter het stuur rookt. Een modeshow langs de Rijksweg A2. Is dat een nieuwe politieuniform? Ja. Tada! Dreamgirl. Ja, kan ik hier nog op zeggen, hè? En ligt deze beschonken bestuurder overhoop met zijn ex. Ik zeg, als we meegaan, eventjes filmen thuis, misschien legt ze nog te neuken met een ander. Als ze dat dan ook filmen, wat is dat, hoe noem je dat dan? Ja, dat weet ik niet. Wegmisneukers misschien. Dat zou zomaar kunnen, ja. Als je zoon en zijn vriendje het uitgaansleven onveilig maken, dan lig je als zorgzame vader toch niet helemaal lekker in bed. Deze Mitsubishi-rijder heeft dan ook van de nood een deugd gemaakt en haalt de pubers persoonlijk op om ze veilig thuis te brengen. Maar in zijn haast om snel weer bij moeder onder de wol te kruipen, vindt hij helaas de Limburgse surveillanten op zijn weg. En dat zien we bij Beegde op de Kanaalweg West. Surveillanten Don en Roel rijden net weg bij de verkeerslichten als een Mitsubishi-rijder achter hen met groot licht seint omdat het hem kennelijk niet snel genoeg gaat. Zodra de bestuurder langs zij komt, gooit hij het gas erop en de interesse van de agenten is meteen gewekt. Er loopt nog wat uit. Ja. We zitten op 138. De bestuurder slaat af naar de Kanaalweg West richting Beegde en daar geldt de maximumsnelheid van 60 km per uur. Ja, zo'n 60. Don heeft in de tussentijd een trajectmeting gestart en die komt uit op een gemiddelde snelheid van 98 km per uur. De surveillanten vinden het mooi geweest en besluiten de bestuurder staande te houden. Goedendag meneer. Goedendag. Van de stoep van de politie. Uw rijbewijs, zou ik dat even mogen zien meneer? Dit is portemonnee nu bijna. Want daar heb ik een paspoort en ik heb die jongens opgehaald, die waren avondje stappen. Dus ik woon in Heel, gewoon vlakbij. Ja, oké. Maar u weet dat u rijbewijs bij u moet hebben als u een auto rijdt? Dat weet ik, ja, dat klopt. En ik heb het ook altijd in mijn portemonnee. Maar ik ging de jongens halen, ik had geen geld nodig. Dus even naar Remond jongens oppikken. En het volgende is, als dat u een overtreding pleegt, dan moet u zich ook kunnen legitimeren. Ja, ik ben daarom hebben we u ook aan de kant gezet. U valt op in ieder geval dat we voor het verkeerslicht weg willen rijden. En dan rijden we weg en dan krijgen we opeens een lichtsignaal van achteren. Dat was u. Oh, dat kan. Ja. Nou, met de BMW, ja, is goed. Wel niet op. U reed wel heel langzaam. Ja, nou ja, we rijden gewoon normaal rijden we daar weg. En... Nee, want die, aan de man aan de binnenkant reed hij voorbij zelfs. Hmm. Oké. Okay. Daar hebben we beelden van gemaakt, dus ik nodig u eventjes uit om even in de auto plaats te nemen. Maar ik moet ook sowieso even het een en ander even noteren. Goeiedag. Goeiedag. Roel Peters. Begint eigenlijk al. Op het moment dat wij het centrum van Remond uitrijden en dan linksaf en dan zit hij op de bumper en dan zie ik een lichtsignaal komen en denk ik van ja waarom, ik kan niet door die andere auto heen rijden. Nee, dat klopt, maar u reed ook wel heel langzaam weg, want die auto aan de andere kant reed u voorbij en u zat aan de snelle kant. Ja, maar u weet als u daar linksaf gaat bij die vluchtheuvel hoeveel mensen die aan de buitenkant rijden daar linksaf gaan naar binnen snijden. Ja, maar daar reed u wel heel erg langzaam. Daar reed u echt heel erg langzaam. Ik rij rustig weg bij de verkeerslichten. Ja, dat was stellig. Ja, nou, we kunnen het even terugzien op de beelden zometeen. Ja. Hier komen we bij de verkeerslichten. Kijk, hij komt al iets naar binnen. Dan hou ik in. Nou, ik rij hier 23. Ik ga met 23 km per uur sla ik linksaf vanaf stilstand. Ja. Dat vindt u kennelijk te langzaam. Maar ik wacht dat hij die bocht pakt. Dat hij dus niet mij afsnijdt. Wat daar regelmatig gebeurt. Ja, ik wil doorrijden met de jongens naar huis. Het was dat niet bleek. Terug op de weg. Weet je wel, ja, je hebt je gehaald, je hebt de hele avond thuis gezeten, je weet hoe het gaat. Dus ja, weet ook hoe de wegomstandigheden zijn plaatselijk. Ja, maar ze zijn toch niet glad? Op plaatsen is het spekglad. Okay. Nou, hier is het 100, dit stuk. Ja, dan mag je ook 100. Hè. Dan mag je 100, alleen dit is de snelheid die wij rijden. U rijdt hier voor. We laten u heel klein beetje uitlopen, dus de snelheid die wij rijden, die rijdt u minimaal. Hier hebben we nog geen meting gedaan, u gaat er dadelijk bij horen, gaat u eraf. Maar loopt hij ook alleen maar op? Heb ik 120 gereden? 100. Nee, 137, 138. Ja. Dan rij je bijna 140 en u rijdt alleen maar bij ons weg. Dus dan rijdt u geen 120 op nee, uw teller. Ik wil naar huis. Ik ken de weg hier, ik ben helemaal bekend. En daar gebeuren juist de meeste ongelukken, meneer. Omdat u denkt van ik ken hier alles, dus ik hoef niet zo goed op te letten. Precies, ik mag. Ver van huis gebeurt er meestal niks, maar dicht bij huis daar gebeurt het. Want daar letten we niet meer zo goed op, dan denken we dat we het allemaal weten. Gewoon, je zit thuis, je wilt die jongens even ophalen.
Ah, dit is het weg, de weg langs het kanaal, die 60 zone. Ja, ja, ik dacht dat die 80 was, hoor. Sorry, dat meen ik echt. Als je dat 80 mag rijden, toen reed ik 100 om hier. Toen dacht ik, oh, sloppen, want ja, nou goed. Je mag hier... Ik kan de borden even terughalen, maar er staan borden vooraan, 60 zone. Sorry, op de weg staat het nog een keer heel groot geschilderd, 60 zone. Oh, dat weet ik. Ik dacht echt 80, want vroeger was het ook al de 80. Hij is pas open, is de derde keer dat ik erover reed. Ja, maar goed, u zegt al, ik ben hier plaatselijk bekend, maar zo bekend ken ik toch niet. Ja, ik dacht echt een 80 weg was. Sorry, mijn verontschuldiging, ik dacht het, hè? Ja? Heeft u nog vragen over de beelden? Want u wil graag naar huis, begrijp ik. Ja, ik wil alsjeblieft naar huis. Mijn vrouw zit en die jongen moet ik hier dadelijk een beetje naar afzetten. Ja. Heeft u nog vragen? Want anders gaat mijn collega het verder met u afhandelen. Nee, ik heb geen vragen. Ja? Oké. Okay. Ik reed 30 kilometer. Ik dacht echt dat het 80 kilometer was. Kunt u er nou niet wat aan doen? Nou, het bord niet. Nee, dat staat maar, er al. Snapt hij? Mag ik gaan? U krijgt nog even het bonnetje. Hier staat op wat er is gebeurd. Er staat geen bedrag bij, omdat het 35 km per uur te hard is. Dus de officier van justitie bepaalt in deze de hoogte van de boete. Die is voor u. Heeft u nog vragen aan mij? Nee, ik kan niet. Nee? Oké. Okay. Een leuke avond gaat het voor deze bestuurder inderdaad niet meer worden, want de sanctie voor de snelheid loopt via de officier van justitie. Van Limburg gaan we naar de politie Noord-Nederland in Schoonoord op de Sleenerweg. Surveillante Dick en Martin zien links van hen een bromfietser rijden die geen valhelm draagt. De agenten besluiten de bestuurder direct staande te houden. Goedemiddag. Je zou niet zeggen, maar wij zijn van de politie. Van den Berg is mijn naam. Wij zien u rijden. Ja. Zonder helm. Op een bromfiets. Ja, even een klein boodschapje doen. Ja, maar dat mag niet. Oké. Okay. Ik krijg wel een bekeuring voor het niet hebben van een helm. Ik moet een helm eigenlijk. Ja, op, meneer moet een helm op hebben. Hij gaat niet hard doen, maar geen probleem. Heb je uw rijbewijs bij de hand? Nee. Verder ID-kaart? Helemaal niks. Nou, dus niet veel. Hoe kunnen we dan nagaan wie u bent? Goed, ja. even kijken. Ja, ik woon daar, verderop. Die met dat raampje aan de zijkant. Als u daar naartoe loopt, rijden wij eventjes mee. We willen eventjes de gegevens controleren. Ja, nee, is goed, joh. Dan... Geen probleem. Ja, oké. Okay. Doen we dat eventjes. Of ik loop alleen bij u mee. Ja. U krijgt er zijn tijd naar. Ik heb girokaart. Als u die voldoet. 70. Ja, het is in januari allemaal weer duurder geworden. Nou, dat is goed, hoor. Dus je kunt twee dingen doen in ieder geval. Als je boodschap gaat doen, helm op. Ja. Wil je liever geen helm op hebben? Snorfiets. Ja. Nou, mijn auto staat in de garage nog. Die is volgende week pas klaar. Dus vandaar dat ik... vandaar. Anders ga ik nooit met die scooter bijna... Nee. Nou goed, ondanks dit... Nee joh, helemaal goed, man. Prettige dag verder. Ook bij een klein boodschapje moet je natuurlijk gewoon een helm dragen... en de bekeuring bedraagt 80 euro. Van Drenthe gaan we naar de politie Noordwest 3 bij Zandpoort Noord op de A208. Surveillanten Peter en Jeroen worden ingehaald door de bestuurder van een witte Mercedesbus... die de vaart er stevig in heeft zitten. Op dit traject geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur. 110 bij 70. Hij zit wel erg dicht op zijn voorligger. Oh ja. Ja, kijk maar. Een remise. Ja, dit is al voldoende reden om even een gesprek met te maken. Ja, ik heb 110 uit de keur. Spreek jij hem aan? Ja. Heer, goedemiddag. Nee, dat we even aanspreken is de snelheid op de A22. Of wat is het daar? Ja, dat is nog net de A22. Die is fors te hoog. Daar krijgt u een bekeuring voor. Ja, verder vindt u uw rijstaal wat slordig. We hebben het een en ander op video staan. Goeiedag. Goeiedag. Collega gaat even uw gegevens noteren. Mijn naam is Peter Zonneveld. Ja. Ja, ik ben de video al even aan het laten lopen op het moment dat u ons voorbij komt. Ja, dit is de werkelijke snelheid die we op dit moment rijden. En we zijn de meting van u al gestart. Ja. En die is dus natuurlijk te hoog, want je mag hier maar 70. Hier gaat u remmen op de afrit naar Remuiden toe. Ja. En dan stoppen we de meting. Dan zit hij op 110 km per uur. Daar waar je 70 mag. Ik ga u zo een verklaring vragen. Maar ik wou hem heel even door laten lopen nog. Want als ik hem nu door laat lopen... dan zien we dat op het moment dat u de afrit neemt naar Muiden... dat u achter een blauw busje komt te zitten. Ja. En dan zit u heel dicht op. Nou, dat was een behoorlijk afstand, hoor. Wat ertussen zat nog. Dat is 2,5 meter. Oh, weet ik niet. Schat ik hem. Kan 3 geweest zijn... Kijk, dit is 2,5, 3 meter. Dan rijden we 71 km per uur. Dan is je remafstand, ik weet niet of u het ongeveer weet,
Nou, dat is 20 meter per seconde nu. Ik zou het echt niet weten. Maar dan moet je 1 seconde reactietijd hebben. Ja. Nou, meestal is dat er 2. 1 seconde? Nou, dan zou het 20 meter zijn. Dus dan zitten we nog niet helemaal goed. Hier zijn we geëindigd, dus daar stop ik ook met de bellen. Ik ga u vragen of u een reden wil geven voor het gedrag. De dieselpomp in Haarlem zijn stuk. Oh. Dus ik moet hierheen om diesel te tanken. Ja. En ik moet naar Hulst. Ja. Hulst, dus ik moet, ja, anders heb ik geen haast, want ik moet naar Beverwijk. Ja. Ik rij hier lang om te tanken en dan ga ik naar Beverwijk en dan ga ik gewoon langzaamaan naar Hulst. En u zit op een tijdschema nu? Nou ja, ik ben toch al te laat, dus dat maakt me niet uit. Dat haalt u niet meer in? Nou, dat haalt ik toch niet meer in, dus ik heb nog niks meer doen. Nou, dan weet ik niet of u aan ons nog vragen heeft, want de bekeuring die wordt genoteerd, die krijgt u opgestuurd naar het adres wat u zometeen op kan geven, inderdaad. Ja. Nou, dat wordt gewoon uw huisadres. Ja, precies. Ja, dat klopt. Mocht het eventueel door de werkgever betaald moeten worden, dan... Nou, dat wordt niet door de werkgever betaald. Nee, daar was ik al bang voor, maar ik denk dan moet u dat zelf regelen inderdaad. Wat mij betreft was dit het. Als u verder geen vragen meer heeft, dan wens ik u een goede rit verder. En werk ze. Tot ziens. Deze bestuurder is op zijn onderlinge afstand gewezen en voor het bumperkleven krijgt hij een waarschuwing. De boete voor de snelheid loopt via de officier van justitie. Straks doorzoeken de Haagse surveillanten deze golf op verdovende middelen. Als bestuurder en je wordt met drugs gepakt, dan ben je rijbewijs kwijt, hè? Ja, dus ook als je een blootje achter het stuur rookt. Straks een modeshow langs de Rijksweg A2. Is dat een nieuwe politieuniform? Ja. Tada! Ja, kan ik hier nog op zeggen, hè? Voor de belading van aanhangwagens, trailers en bedrijfswagens geldt een maximumgewicht dat is terug te vinden in het kentekenbewijs. Toch zijn er kennelijk maar weinig bestuurders die hier echt op letten, want de politie komt regelmatig voertuigen tegen die bijna door hun vering zakken. Vandaar dat de Drentse surveillanten meteen opveren wanneer ze deze Audi-rijder tegenkomen, zoals ze zien bij Uffelte op de N371. Surveillanten Niels en Martin zitten achter de bestuurder van een Audi A3 die een partij bakstenen vervoert en zijn aanhanger mogelijk te zwaar heeft beladen. Weinig veerweg over, hoor. Ik heb het weegplaatje weer bij. De bestuurder krijgt een stopteken. Kom anders even voorgeven. Wacht maar, joh. Steentje, eraf flikker. We gaan het niet zien, denk ik. Ja. Hij gaat het zien. Goedemiddag. Hi, Niels Hoogma, videosurveillanters. Hey, de reden we even meenemen, je komt net voorbij met het karretje. Ja. En ik denk, nou, er liggen mooi wat steentjes op. Niet zo snel dat het er echt af zal vallen. Nee. Maar ik zat me even af te vragen hoe het met gewicht zou zitten. Okay. We hebben een weegplaatje bij ons. Okay. Durf je een schatting te maken wat het weegt? Nee, hè? Heb je het zelf geladen of is het geladen en... Oké. Okay. Wat mag de aanhanger hebben, weet je dat? Ik zal het niet weten. Sorry. Ja, nee, dat geeft ook niks. Zonder baas, dus weet ik niet. Nee, oké, snap ik. En meerdere karren, dus... Ja. Geen idee, de voorkant staat die pakje al deed, dus vallen deze. Ja, nee, oké. Nou, gaan we even kijken. Maar ik wil hem hier even niet wegen, Martin, eigenlijk. Nee. En dus gaat de rit naar een iets veiliger locatie waar het spul alsnog wordt gewogen. Als jij hem er voor mij heel langzaam overheen wil rijden... Dit apparaatje is natuurlijk geen wettelijk meetmiddel, maar het geeft wel een aardige indicatie van de asdruk. En die is aan de hoge kant, want het gewicht komt uit op 1455 kilo. 1455. En hebben we de koppeling nog niet? Het resultaat van alleen de as dus eigenlijk, hè, is 1455. Ja. Nou, even kijken wat de kar mag hebben. Ja, ik heb geen idee. Graag info, kenteken. En dan gaan we eerst naar het technische gegevens. De gewichten. 1300. Maximum 1300 kilogram over. Ja, is genomen, dank u wel. Geen dank. Oké. Okay. En dan 13, we hadden 1455. Oh, dan is dat nog 10%. Dan is dat nog te verwaarlozen, maar dan pakken we de koppeling nog niet. Nee. Kun je hem zelf eraf tillen? Geen idee. Nee, hè? Ik weet het echt niet. Zou je dat aandurven, denk je? Probeer. Ja? Is dat tilbaar? En als het lukt dan? Ja, niks, maar het gaat maar om. Nee, maar de pest is... Ik zou meer... Ja, kijk. Ja. Op die wieltjes. Nee, maar het gaat er even om van in hoeveel gewicht. Ja, oké, dan is die wel goed. Want hij ligt ook redelijk mooi in het midden. Nee, is keurig. Ja.
Kijk, want dan denk ik van, ja, we moeten nog 10% marge, dan blijft er zo weinig over, dan gaan we daar niet moeilijk om doen. Maar zo zie je dus, hè, dat je er eigenlijk al, in dit geval al een dik 150 kilo overheen gaat. Kijk, deze is niet geëikt aan dit plaatje, maar hij wijkt eigenlijk niet meer dan 2% af volgens de fabrikant. En hij is hagelnieuw. Dus ja, zo snel gaat dat dus. Ja, dat valt meteen, hè. Een beetje mee, maar ik dacht eerst van, maximaal een ton of zo wegen. Maar... Ja, nee, maar daarom zeg ik ook van, we zagen hem rijden, dus nou, we wegen hem toch even. Ja. Nou, zeker als het een karretje was, want we konden eerst ook niet zien of het een eigen kenteken had, dus dat hij 750 kilo was, ja. Ja, dan ga je er gewoon dik over. Ja, klopt, dan wel, ja. Dat was ook de reden waarom we in eerste instantie gekeerd waren. Jij bedankt? Dankjewel. Oké. Deze bestuurder is weer bij de les. Omdat de overbelading niet de spuigaten uitloopt, komt hij eraf met een waarschuwing. Van Drenthe gaan we naar de politie Haaglanden in de Hofstad op de Javastraat. Surveillanten Henry en Robert hebben de bestuurder van een Volkswagen Golf in het vizier die pontificaal door het rode verkeerslicht rijdt. Motoragent John assisteert de surveillanten en Henry praat hem bij. De parkeergarage in. John, kom eens uit. Permis. We hebben hier dat grijze Golf hier voor op het oog. Javastraat, Koningskade door rood en op de Koningskade zelf door rood. En daar blijft het helaas niet bij. Hup, weer de rood. Dat is 3. Ja hoor, zet hem maar aan de kant. Ja, zet hem maar aan de kant, John. Henry spreekt de bestuurder aan. Goedendag meneer. De reden waarom wij staande houden is Javastraat komen we je tegen. Daar rij je door rood. Koningskade, pak je hem nog een keer door rood. Brinkhorstlaan, pak je hem nog een keer door rood. Mijn collega die heeft je staande gehouden met de motor. Die ziet ook dat jullie beide geen gordel dragen. Daar krijgen jullie in ieder geval een bekeuring voor. Ja? Heb je rijbewijs bij je? Oké, okay, mag ik dat? Hoi. Hey. Robert Altink, verkeerspolitie. Kijk wat er gebeurt. Die heeft groen, die is nog steeds rood, nog steeds rood. En jij rijdt al. Dat is fout nummer 1. Nou, dan gaan we even kijken. Als je een beetje eerlijk bent en je kan een beetje schatten, dan zie je dat ik... Dat je wat? Dat ik gewoon door rood heb gereden. Dat zeg ja, ik. Toch? Ja, nee, ik ga dat niet op. Hier staat die vrachtwagen voor linksaf. De verkeerslichten rood, 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 pats. En daar bent u. De beelden die zijn duidelijk? Ja, zeker. Heb je nog vragen naar aanleiding van nee, de beelden? Ik heb geen vragen naar aanleiding van deze beelden. Ja, hoeveel boetes krijg ik alleen bij elkaar? Henry? Rood licht en gordel, allebei. Robert trekt het voertuig na bij de centrale meldkamer. Bureau Rijswijk, de 4029 met een kenteken. Afrikaans goed, verzekering is in orde. Die persoon zet ik hier bij. Kan het zijn dat ik een wietlucht ruik? Ja, dat vind ik hier inderdaad. Ja? Ja. Wat heeft hij bij zich? Hij heeft het gewoon bij zich volgens mij. Veel? Ik zou het je niet durven zeggen. Hij zat er in ieder geval wel met eentje in zijn hand. Dat wel. Ja, één wat? Een jointje. Dat heb ik niet bij. Oké. Okay. Heb jij wiet bij je? Mm-hmm. Laat dat eens even zien, wat je bij je hebt. Vind jij het goed als ik even kijk? Robert doorzoekt het voertuig, maar naast een hoop rotzooi treft hij geen verdovende middelen aan. Ja, je ziet het, hè? Ja. Ja, ja, wacht eens. Ja. Omdat de bijrijder niet meer dan 5 gram wiet heeft, krijgt hij zijn doop terug. Als bestuurder en je wordt met drugs gepakt, dan ben je rijbewijs kwijt, hè? Ja, ja. Dus ook als je een blootje achter het stuur rookt. Dat weet ik niet. Nee. Dus doe dat niet. Nee, zeker niet. Ja, is goed, man. Okay. Doe je voorzichtig? Ja, sorry voor de moeite en voor de tralala. Want in Voorburg hebben ze heel veel camera's staan, hè? Voor de tamtam. Ja. Voor de tamtam. De bekeuring voor het rode verkeerslicht bedraagt €220... en beide heren krijgen een boete van €120 voor de ontbrekende autogordel. Koos, in de Volkswagen Golf die net werd staande gehouden, roken de surveillanten een penetrante wietlucht. En nou heb ik begrepen dat er een nieuwe wet komt over drugsgebruik in het verkeer. Ja, dat is niet zozeer een nieuwe wet. Het betreft de aanpassing van artikelen 8, 160 en 163 van de Wegenverkeerswet. En die aanpassingen zorgen ervoor dat de politie op straat meer mogelijkheden heeft om op te treden tegen mensen die onder invloed van drugs achter het stuur zitten. Maar het was toch altijd al strafbaar om onder invloed van verdovende middelen te rijden? Ja, in het oude artikel 8 stond dat je niet onder invloed mocht rijden van een stof die de rijvaardigheid beïnvloedt. Maar de wet die er nu is, die geeft dus heel duidelijk in de algemene maatregelen van bestuur weer een lijst met verdovende middelen en de hoeveelheid van die werkzame stoffen
die je maximaal in je bloed mag hebben. Over welke drugs hebben we het nou precies en wat zijn de maximale waarden? Ja, we hebben natuurlijk een hele lijst van drugs, maar de meest bekende zijn de cannabis. Daarvoor mag je niet meer dan 3 microgram per liter bloed hebben. En we hebben cocaïne en ecstasy. En daarvan mag je weer niet meer dan 50 microgram per liter bloed hebben. Maar waarom wordt die waarde niet gewoon op nul gesteld? Dat scheelt een hele hoop gedoe. Ja, dat schijnt niet zo makkelijk te zijn, omdat de werkzame stof die in die drug zit, die blijft soms nog dagen zitten. En dan ben je al lang niet meer onder invloed, maar die stoffen worden wel teruggevonden. En stel nou dat je inderdaad onder invloed van verdovende middelen verkeert? Ja, dan krijg je hetzelfde verhaal als eigenlijk onder invloed van drank. Je kan een hoge geldboete krijgen, een gevangenisstraf, ontzegging van de rijbevoegdheid. En ja, ook dan is van toepassing 2 keer geel is rood. Dat wil zeggen, als je voor de 2e keer binnen 5 jaar onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zit, dan raak je dus je rijbewijs kwijt. We rijden mee met de politie Midden-Nederland bij Breukelen op de Rijksweg A2. Sofjan de Patrick en Jeroen hebben een Peugeot-bestuurder op de korrel die onnodig links rijdt. Kijk, dit is veel vervelender hier. Peugeot. Volvo blijft er ook echt zo achter hangen, zo van... Donder is op. En dan rijdt er net een auto natuurlijk. En dan mag hij nu aan. De Peugeot mag naar de kant en die blijkt vol met verklede dames te zitten. Jeroen Kooi van de Verkeerspolitie. Als je even met me meeloopt, laat mijn collega zien wat er is. Mag je het even terugzien? Zij vindt het geweldig. Nou, ik weet niet wat er is, maar... Hallo. Hoi, Patrick. Marcella. Marcella, heeft mijn collega al wat uitgelegd? Nee. Wat je fout doet? Nee, ik kon niet hier terugzien. Oké, heb je enig idee wat je fout deed? Nee. Nee? Waar ben je onderweg naartoe? Naar Brabant. Naar Brabant. Ik moet alleen rijden. Ja, ik ben als politie verkleed. Okay. Dus ik ben politie, hè? Ben je verkleed als politie? Ja. Dat meen je niet. Nou, dat willen we zo wel even zien dan. Hey, het volgende. We gaan eens heel even kijken. Hey, we rijden op de A2. 5 rijstroken. Ja. Dat ben jij. Daar zo. Welke baan rij je? Links. Ja, waar hoor je te rijden? Ja, meer naar rechts. Nou ja, heel veel meer naar rechts. Kijk, wat je namelijk de hele tijd doet... Wat gewoon heel erg vervelend is, zeker voor andere weggebruikers. Ja, dit stukje, volgens mij, ja, dat weet ik wel, dat die auto links er langs ging. Ja, maar kijk. Je hebt hier allemaal rijstroken waar je naartoe kan. Je hebt hier heel veel ruimte. Die auto gaat expres al heel dicht op je rijden, want die denkt van, hey, ga eens aan de kant. Maar hier kun je makkelijk naar rechts. Heel makkelijk. Sterker nog, dan moet je ook rechts rijden. Ik zeg trouwens nog een ander ding, je rijdt op je navigatie. Ja. Waar heb je die zitten? Ja, waarom doe je hem niet netjes in een hoek of heel laag? Hij zit nou precies in je gezichtsveld. En er kunnen hele auto's achter verdwijnen, hè, achter je navigatie. Is je dat wel eens opgevallen? Nee. Er wordt vaak niet over nagedacht. Nee, daar heb ik inderdaad helemaal niet over nagedacht. Nee. Maar het is wel zo. Dus probeer ook je navigatie aan de andere kant te zetten. Maar je krijgt in ieder geval geen bekeuring, je krijgt een waarschuwing. Oké, dank je wel. Wel op voorwaarde dat we zo heel even mogen zien... Hoe jullie eruit zien verkleed als politie, want... Politie. Ik heb nog extra kaartjes. Ik ben als Heidi. Jij bent als Heidi. Jullie zijn hier in mijn kousen. Hij zei, ja, we kunnen zo mee. Hij heeft zijn feestneus al op, dus we kunnen inderdaad zo mee. Ja. Is dat een nieuwe politieuniform? Ja. Mega mini, maar dan... Maar dan als politie. Ja. Heb je ook je politiepet bij? Ja, maar die was niet zo leuk. Oh, kijk. Ja, we hebben er nog... Ja, kan ik hier nog op zeggen, hè? En wij moeten werken, dus we gaan niet mee feesten. Andere keer. Hey, succes, hè? Doei, doei. De dames mogen hun reis naar het zuiden vervolgen en de bestuurder komt eraf met een waarschuwing. Straks ligt deze beschonken bestuurder overhoop met zijn ex. Wat ik zeg is... Als ze meegaan, eventjes filmen thuis, misschien legt ze nog de neuken met een handen. Als ze dat dan ook filmen, wat is ja. Hoe noem je dat dan? Ja, dat weet ik niet. Wegmisneukers misschien. Dat zou zomaar kunnen, ja. Straks mag deze beschonken bestuurder een blaastest afleggen op het politiebureau. Ga jij het doen? Ja. Oh, dan zit ik goed. Oh, ik ben... Deur dicht. Nee, niet filmen. We gaan wat rommelen. Kom nou. Je kinderen zijn je meest kostbare bezit, maar laten we wel wezen... ze kunnen ook het bloed onder je nagels vandaan halen.
Dit eigenwijze jongetje vertikt het om in zijn kinderstoel te blijven zitten en heeft zich al een paar keer losgewurmd om vervolgens op de bijrijderstoel te kruipen. En zijn moeder is er inmiddels zo klaar mee dat ze hem zijn gang maar laat gaan. Maar daar hebben de Gelderse surveillanten zo hun eigen ideeën over, zoals ze zien bij Barneveld op de N802. Surveillanten Erwin en Michel komen aan bij een kruising. We gaan verkeren. Moet ik kind zien. Ja, deze jongeman hoort niet thuis op de bijrijderstoel, maar op de achterbank in zijn eigen kinderzitje. Stond gewoon tegen het rustbord aan. De gordel hangt gewoon langs de deurstijl. En dat is vanaf de zijkant goed waar te nemen. De surveillanten hebben genoeg gezien en geven de bestuurder een stopteken. Ja. Een hele goede middag. Vanmorgen is het nog. Michel Jansen, verkeershandhavingsteam, politiegeld op midden. Deze jongeman, die zagen we al voorin staan op het moment dat bij de verkeerslicht op de Scherpenzeelseweg Barneveld staan. En nog steeds. En daar krijgt u een bekeuring voor. Is hij een rijwijs bij u voor mij? Waarom vervoert u hem zo? Sorry? Hij wou niet eigenlijk om elke keer uit stoelen. Oké. Okay. Hij ging zelf naar huis, dus ik heb al een keer een waarschuwing gehad. Maar goed, op een gegeven moment, het is natuurlijk wel vervelend op die manier, dat hij niet wil luisteren. Maar ja, uiteindelijk heeft hij er heel weinig over te zeggen, denk ik. Dag mevrouw. Dag. Kan je voorstellen, Ernest Henk. Hallo. Hoi. Weet je wel hoe eng die dat vindt? Echt waar? Ah. Vindt eng? Ik zei ook, ik doe je niks hoor. Ik doe je niks. Okay. Ik wil graag even een blaastest met u afnemen. Blaas? Ja, standaard. Okay. Doe maar eigenlijk altijd. Goed. Even diep inademen en krachtig uit blijven blazen. Blijven blazen. Blazen? Ja. Oh. Makkelijker. Blijven blazen. Hou maar. Okay. Dat was het. Dank u wel. Dan verwacht ik het woordje passen en dan is het goed. Dat is ook het geval. Dat is maar goed, ja. Dat ik gisteravond niet te veel gedronken. Oké, goed. Nou, een collega komt nog even bij u. Bedankt voor de medewerking. Deze bestuurder heeft geen druppel gedronken, maar ze krijgt wel een bekeuring voor haar loszittende zoontje. Ik ga jou niks doen. Niets voor u. Dank je wel. Krijg ik daar een bon van of zo? Of hoe zit u dat? Krijgt drie à vier weken naar expagiero thuis gestuurd. Oké, hartstikke mooi. We luisteren, hè. Dat ga niet werken. Ga wel werken. Wat zeg je? Hij. Dat ik zeg dat hij moet luisteren. Nee, want hij is het toen ook gedaan. Maar ja, weet je, okay. Dat is makkelijkheid van mij. Hè? Maar hij gaat dat ding zo en dan krupt hij eruit en dan loopt hij ook los. En ik denk op een gegeven moment, ja, dan maar niet hoor. Ja, nu ga ik er weer over nadenken. Ja. Lijkt me heel verstandig. Ja. Ga ik u weer een hand geven? Nog wel verder. Hoe geef gaan we dat niet doen? Zo'n terrein. Ja, gewoon eentje, gewoon in u achterin zetten in de gordel en. Ja, dan gaat hij toch weer uit. Ja, nou ja, goed. Ik zal het even doen en dan zeg je maar eens even heel streng dat ik dat moet blijven zitten. Kom, Maus, je moet even achterin. Je moet van de politie. We blijven zitten, hè? Anders word ik echt boos. Ja, meneer de agent. Nou, even dag. Ja? Oké. Okay. Dag. Het jongetje mag weer op een veilige wijze verder en het valt te hopen dat hij deze keer zijn stoeltje blijft zitten. De bekeuring voor zijn moeder bedraagt hoe dan ook €120. Van Gelderland gaan we naar de politie Midden-Nederland in Utrecht op de dominee Martin Luther Kinglaan. Surveillanten Patrick en Jeroen hebben een BMW met Duits kenteken op het oog, maar ze vermoeden dat de bestuurder gewoon een Nederlander is. En dat is niet toegestaan. Hoi, goeiedag. Hallo. Zal ik me even voorstellen? Hoi. Patrick, verkeerspolitie. Is zo. Rijbewijs, heb je dat bij je en papieren van de auto? Ja, rijbewijs heb ik wel bij me, maar dat papier van de auto moet ik weer. Ja, dankjewel. Dus waar woon je? Hier in Kanaaleiland. Ja? Ja? Zou ik toch graag even de papieren van de auto willen zien? Ga ik even kijken of ze erin zitten. Van wie is de auto? Het is van mijn tante, zijn wel op bezoek voor het weekend. Dus, Ja, maar jij mag helemaal niet in deze auto rijden. Wieso niet? Omdat je in Nederland woont, Nederlands ingezetene bent. En dus niet in een buitenlandse auto mag rijden, een buitenlands gekentekend voertuig. En de reden daarvan is heel makkelijk. Deze auto kost in het buitenland een stuk minder. Omdat we in Nederland heel veel BPM betalen. Belasting, personen- en motorvoertuigen. En daarnaast betalen we houderschapsbelasting, wegenbelasting. Hè? Wat? Ja, dan maak je eigenlijk schuldig aan belastingontduiking. Ja, zo erg is het, ja. Ja. Zou je ook de motorkap even open kunnen maken voor mij? Ga ik even het chassisnummer controleren. Hey, wat er gaat gebeuren.
bij deze ben je gewaarschuwd dat je als Nederlands ingezetene, oftewel iemand die in Nederland woont, niet in de buitenlands gekentekende auto mag rijden, omdat je dan onttrekt aan betaling van BPM en geen houderschapsbelasting betaalt. Betekent ook dat je daarvoor nu een waarschuwing krijgt. Bij een volgende keer dat je gecontroleerd wordt, dan wel door de politie, dan wel door de douane of de belastingdienst, doe je het willens en wetens. En dan zal de Belastingdienst daar maatregelen voor gaan treffen. En dat zal waarschijnlijk een behoorlijk hoge boete zijn. En ik kan je vertellen dat de boetes die de Belastingdienst uitdeelt een heel stuk hoger zijn als die wij uitdelen. En dan moet je denken aan misschien wel als boete de helft van de nog openstaande BPM. Dus ik weet niet of je weet hoeveel BPM er voor deze auto betaald moet worden. Dat is vaak, dat kan zomaar €10.000 zijn. Dus je zou zomaar een boete kunnen krijgen van een paar duizend euro van de Belastingdienst. Omdat ik een auto heb. Hè? Omdat ik een auto heb geregeld. Omdat je in een buitenlandse auto rijdt, ja. Maar goed, omdat je het niet wist, blijft het nu bij een waarschuwing van ons. Yes? Hey, alsjeblieft. Wens ik je ondanks alles toch een fijne dag. Deze bestuurder kan de auto beter laten staan, want voor je het weet heb je de Belastingdienst achter je broek. Van Utrecht gaan we naar de politie Oost-Brabant in Den Bosch op de Zandzuigerstraat. Surveillanten Erik en Gerard worden ingehaald door een SEAT. Ja, Erik heeft direct een trajectmeting gestart en ondanks het feit dat de bestuurder volledig tot stilstand komt bij de verkeerslichten, pakt de gemiddelde snelheid nog fors hoog uit. Oh, kijk eens, spinnen. 82 heb ik hem al. Oh. En dat is nog meer stilstaan. Ja, langs dat houden. Voor die snelheid denk ik wel, hè? 82 is al genoeg, hè? En dan met die spinnende bandjes, de net, expres. Die gordel, dan moet je even kijken. Loopt hij achterlangs of zo? Nee, hij heeft geen gordel. Stop voor. Aan. En dit is niet de klakson van de SEAT, maar de ringtoon van onze Erik. Dag, heer. Goedendag. Philippe Jans, Brabant Noord. Ja. Geen gordel en hard te trekken. En de snelheid. U kwam ons voorbij. Op de Zandzuigerstraat. Ja, ik heb een beetje heel erg haast. Ja, dat was wel te zien, ja. We hebben wat beelden gemaakt van de snelheid en van het optrekken inderdaad. Ja, en de gordel, ja, dat konden we net niet zien, maar wij konden het wel zien, maar het staat niet op camera. Wil ik even dat u even mee komt kijken? Nee, ik geloof het wel. Ja, maar we moeten het ook nog dingetjes op papier zetten, dus ja, sowieso. Ja, dat is goed. Ja? U wilt de beelden niet te zien? Nee, ja? Oké, we komen uit op 82, waar u maar 50 mag. Dan gaat er nog 3 af, dan zitten we op 29. Ja. Dat is 29 km per uur uit. Ja? De reden waarom dat u te hard reed? Haast. De gordel? Gordel met net in noodstap, even snel. Ja, snel. Stom. En die spinnende bandjes? Ja. Waar was dat voor nodig? Haast, gewoon qua weg, qua snelheid maken. Maar u zag op het moment dat... Ja, maar op het moment dat... Ik had dat jullie achter me zaten, dus ik ging best wel binnen te horen. Ja. Ik was zo laat, jongen. Maar op het moment dat u zo met spinnende bandjes gaat staan, ja, als je haast hebt, dan moet u dat niet doen, want dat komt er niet vooruit, hè? Nee. Oké, ik ga wat dingetjes op papier zetten. Goeie. Ja? Goed. 2 bekeuringen. Eentje voor de snelheid en 1 voor de gordel. Ja. Die spinnende banden, ja. We zullen het verder niet meer over hebben, dat heeft helemaal geen zin. Je hebt geluk, want je zit echt heel kort onder het feit dat de snelheid is onder de 30. Die heb je al een keer gehad. Ja, dus je hebt al 1 punt, hè? 1 strafpunt. Ja, zorg dat het er niet meer worden, want en als je zo blijft rijden, dan wordt het er meer, hè? Nee, ja, nou, dan heb je er nu 2. Die voor de snelheid is €288 plus €6 administratiekosten. En de gordel is €120 plus €6, hè? Ja? Doe voorzichtig, hè? Ja? En doe de gordel om. Deze bestuurder solliciteert naar een 2e punt op zijn rijbewijs, maar die blijft hem nog net bespaard. De bekeuringen voor de snelheid en de gordel bedragen opgeteld €408. Koos, de bestuurder die we net zagen kreeg niet alleen 2 bekeuringen, maar bijna ook een 2e punt op zijn rijbewijs. Kan je nog eens uitleggen hoe dat puntenrijbewijs werkt? Ja, als je op 16 of 17-jarige leeftijd een rijbewijs haalt, dan ben je 7 jaar beginnende bestuurder. Als je op 18-jarige leeftijd een rijbewijs haalt, ben je 5 jaar beginnende bestuurder. En als in die periode dat je beginnende bestuurder bent, 3 keer een ernstige overtreding maakt en je wordt er ook voor veroordeeld, dan wordt het rijbewijs van rechtswegen geschorst. Wat kunnen nou de verdere gevolgen zijn bij zo'n 3e punt? Nou, dan, als het rijbewijs dus geschorst wordt omdat je 3 punten hebt, dan volgt er vervolgens een onderzoek naar je rijgeschiktheid en je rijvaardigheid. Nou, wordt het positief beoordeeld, dan krijg je je rijbewijs weer terug. Maar blijkt je toch niet rijgeschikt te zijn of niet rijvaardig te zijn, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.
Als je nou allemaal punten op je rijbewijs zet, hè, kan je dan ooit met een schone lei beginnen? Dat je weer helemaal opnieuw start? Nee, die punten die blijven gewoon staan. En die zijn dus pas na 7 jaar, als je vroeg je rijbewijs gehaald hebt, of na 5 jaar, als je later je rijbewijs gehaald hebt, zijn die pas van, van je lijst af. Vorig jaar kondigde minister Schultz aan dat er mogelijk een puntenrijbewijs zou komen voor alle bestuurders. Moet ik mij al zorgen gaan maken? Nou, op dit moment in ieder geval niet, want voor zover ik weet ligt het plan op dit moment in de ijskast. Er is overigens wel een goed plan om, het hele gebeuren rond het rijbewijs te veranderen. En dat zou dan betekenen dat je een punt krijgt als je een ernstige verkeersovertreding maakt. En bij een bepaald aantal punten raak je je rijbewijs dan kwijt. En dat zou ook wat meer duidelijkheid geven. Want je hebt nu op dit moment heb je vooral rond het alcohol en verkeer heb je bestuurlijke maatregelen. Je hebt strafmaatregelen. Dat loopt vaak door elkaar. Je ziet door de bomen het bos niet meer. En het zou heel goed zijn als daar wat duidelijkheid in kwam. Een echtscheiding gaat je niet in de koude kleren zitten. En dat geldt al helemaal als er jonge kinderen bij zijn betrokken. Deze Passatrijder kan hierover meepraten, want sinds de relatiebreuk met zijn vrouw woont hij min of meer in zijn auto en heeft hij zijn 11-jarige dochter niet meer gezien. In zo'n situatie is het best begrijpelijk dat je een keertje stevig doorzakt, maar dan moet je wel de auto laten staan, zoals ze zien in Nieuwegein op de Galenkopperlaan. Surviante Patrick en Jeroen zien in de verte een Volkswagen Passat opdoemen die stilstaat op de voorsorteerstrook. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en Patrick spreekt de bestuurder aan. Goeiedag. Hoi. Politie. Oké, ik was even aan het bellen met mijn vriendin, sorry. Ja. Je zit in een scheiding. Je zit in een scheiding. Het gaat niet zo goed. We gaan naar huis. Ja. Maar volgens mij heb je ook wat gedronken, of niet? Ik heb 2 wijntjes op, verder niks. Je hebt 2 wijntjes op. Woon je in je auto, of? Ja, zo kan je het wel noemen. Ik ben thuis, andere keer niet. Dus. Oké, nou, kom stap even uit, ja. Wat is er met je vooruit gebeurd? Stenen. We lopen even die kant op, want we staan midden op de weg. Hey, je mag even een hele diepe teug lucht nemen. Ja, goed. Krachtig uitblazen tot ik stop zeg. Ga je gang. Blaas, 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 blazen. Nou, je blaast niet helemaal goed. Je moet echt net alsof je een ballon, net alsof je een ballon blaast, eromheen en dan krachtig uitblazen. Het is maar een klein blaasje, maar je moet wel blijven blazen totdat ik stop zeg. Is goed. Ga je gang. Blazen, 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 blazen. Je blaast niet. Werk je gewoon mee? Ik werk gewoon mee, natuurlijk wel. Maar waarom blaas je dan niet goed? Ik blaas nu echt niet goed. Voor mij is dit allemaal nieuw, joh. Kom nou. Heb je wel eens een ballon opgeblazen? Nee hoor. Een ballon wel? Binnen al 2 nou. Keer. We hebben je al 2 keer een systeem voor alcohol. Ja, dat wist ik wel. Kom maar. Dus, het is niet nieuw. Sorry. Ja? Blazen, 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 blazen. Oh maar. Je bent met deze bij je aangehouden. Okay. Voor het rijden onder invloed. Sorry. Nou ja, hoef je geen zorgen voor te zeggen. We gaan heel even vervoer regelen en zorgen dat we op een bureau komen. Moet ik daar mee rijden of moet ik gaan lopen? Nee, er komt een auto aan om je even over te brengen. Ik ga me nou flink irriteren nu. Nu ben ik in één keer weer heel anders. En ik weet dat je blijkbaar daarom zo tegen mij praat. Maar ik ben geen schoolkleuter, dus neem me gewoon mee. Ik blaas gewoon. Nou, maar luister, ik praat gewoon heel normaal tegen je. Nee, dat doe je niet. Je bent heel intimiderend. Wil. En ik vind hem iets sympathieker, dus ik heb liever dat hij dan tegen mij praat. Ja, omdat hij nog geen woord hebt gezegd. Maar heel fijn. Ik ga het ook niet overnemen, want ik weet niet wat het over gaat. Nee, nee. Je hebt energie van mij. Wat ik zeg is... Als we meegaan, eventjes filmen thuis, misschien legt ze nog te neuken met een ander. Als ze dat dan ook filmen, wat is hoe noem je dat dan? Ja, dat weet ik niet. Wegmisneukers misschien. Dat zou zomaar kunnen, ja. Mijn buik is vol, joh. Ja. Met dat. 15 jaar gedraaid, met tyfus gewerkt, 80 uur de week. Ja. En dan zeg je, je bent een vieze hoer omdat je al een jaar een relatie hebt en dan gaat zijn aardbaar geen niet meer voor. Ze voelt zich geïntimideerd omdat ik een vieze hoer zeg en ik word 2 weken vast. Dat komt niet meer. Ja. Hij loopt even mee, met die auto gaan we naar het bureau. De bestuurder mag mee naar het politiebureau waar hij een tweede blaastest moet afleggen aan het ademanalyseapparaat en waar hij zijn complete levensverhaal uit de doeken doet. Het is alleen maar frustratie voor mezelf op dit. Maar ik snap het ook wel. Jezus Christus. Een kindje van 11. Ik weet geen eens naar welke school ze gaat, joh. Ja, en dat is gewoon kloten. Jezus Christus. Ik haal mijn leven, weet je dat? Echt waar? Ja, ik... Nee. En als je nog even door, haal ik jullie ook. Weet je dat ik nog moet voorkomen ook ervoor? Voordat het ging, ja? Maar wij hebben het over godverdomme, joh. Mag ik zeggen, je bent een heks. Je bent een hoer. Mag het? Jouw relatie. Jezus Christus. Waarvoor heb je daar een hoer genoemd, zei hij. Of zie je justitie? Ik zeg, omdat ze jou het leuk is met een ander.
Nou, dat is niet gepast. Ik zei, wat moet dat doen? Kloofbijlen halen. Dat is, die stond al klaar, zeg ik. Ja. Omdat ik hard werk, is het daarvoor. Jullie zijn niet goed, joh. Ik zeg, maar jij hebt geen vrouw, hè? Je bent homo. Dat lijkt me wat snel, sorry. Neem je het op? Wisse. Ik ben gelukkig in... Dus ik voel me niet aangesproken. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Maar lips als shield. Nee, zeg maar wat je moet weten. Even kijken. Wat is je naam ook weer? Patrick. Je bent helemaal geen Patrick, er staat niet bij je. Nee? Meer een George. Je alcoholgebruik over de voorafgaande 24 uur. Wat heb je gedronken? De laatste 24 uur. Even kijken. Dus niet even waar je vanavond naar binnen hebt geklokt, maar alles. Ik heb gewerkt. 6 wijntjes, dat is het. Sorry. Glaasjes wijn? Ja. Ik heb over de voorafgaande 48 uur wel of geen andere middelen of stoffen gebruikt. Ik heb te denken over GBH, maar ik heb het niet gedaan. Dat wou ze niet. Oh, en wat er dan gebeurt? Oh, wat een seks. Mag ik dat zeggen? Seks? Ja, je mag alles zeggen. Wat een seksje dan heb je, joh. Verschrikkelijk, alles gaat openstaan. En verder wat? Ja. Ik weet waar ik het over heb. Hey, voelde je wel of niet in staat om je voertuig naar behoren te besturen? Ja, natuurlijk. Is stond stil. Nee, sorry. Ja, tuurlijk. Wil je verder nog iets verklaren? Dat ik van je hou. Nou, het was eerst anders, maar nu hou ik van je. En we gaan wat drinken om 6:30. Nee, ja. Mijn naam is... Ik ben aangehouden voor drank. Ik ben niet daar blij mee. Maar die jongens die mij helpen... Ja, die zijn toch wel een beetje lastig. En ik ben ook lastig. En wat dat betreft, ja, ze staan wel in hun recht, hoor. Wat dat betreft, het is hun vak. Inderdaad, het is hun vak. En daar hoort dus ook een tweede blaastest aan het ademanalyseapparaat bij. Ga jij het doen? Ja. Oh, dat zit ik goed. Oh, ik ben... Deur dicht. Nee, die filmen. We gaan wat rommelen. Kom nou. Hey, diepe teug. Even kracht eruit blazen, druk stop. Zeg. Ga je gang. Hoeveel kan ik krijgen? 2. Blazen. Hé, gelukkig. Dat is 1. Hey, luister. 370. En je bent nog in opbouwende fase. Maar goed. 235 UGL is vanaf dat is het strafbaar. Bij 570 wordt je rijbewijs ingenomen. Maar dat hoeft niet, want je zit op 370. Ja. Dat is in ieder geval de hulpofficier. Ik kom er niet meer uit. Mag ik dat zeggen? Ja. Ik kom er niet meer uit. Nee, maar wat kunnen we doen om je te helpen? Een overdosis LSD. Ja, nee, die kan ik je niet helpen. Maar moet ik vragen of er iemand van hulpverlening contact met je zoekt? Of, Dat heb ik al gehad. Ja, en we zijn er ook om mensen te helpen, hè, als politie. We zijn er niet alleen maar om te zeggen van, joh... Je bent een verkeershufter en we pakken je daarvoor aan. Dit is gewoon stom, maar daar krijg je nu je straf voor. En waar je nu mee zit, dan ga ik gewoon kijken of ik je kan helpen. Ik zal je zo mijn kaartje geven voordat je weggaat. Je bent toch leuk. Ja. Vind je dat? Dat vindt mijn vrouw ook. Kijk, hou me tegen en klaar. We filmen. En toch hou ik van hem. Ondanks alles. Hey, dankjewel. Rustig aan. Ik hoor het van de week, hè. Oké. Neem op, hè. En niet gaan rijden, hè? Nee. De bestuurder mag lopend verder en afhankelijk van zijn verleden op alcoholgebied bepaalt de officier van justitie de hoogte van de strafmaat.